Het werkt, kijk. Ja, nou, Nee. mooi, mooi dat het werkt. Ja, die gaat iedereen. Nee, niet ingedrukt houden. Over neukje. Wat? Nee. Dat is vet, hè? Oh, eigenlijk, als ik dan nog beter wil maken, moet ik aan alle vier de kanten doen. Nee. Nee, grapje, ja. Gaan we niet doen. Boing. Hey, thema's, thema's, thema's. Ja, Dat zijn we die nu beland. begint. Alejandro begint. Ja, nou, wat willen we gaan doen? Alejandro, jij één. Afrika. Kutzooi. Oké. Okay. Timon, jij twee. Alweer. Nu komen we net last over. Ah, kut, die wou ik. Ja, dat wist ik, maar ik mag hier niet kiezen. Oh! Oké. Ivan. Ik heb geen idee Iemand nog. heeft de Lord of the Rings niet gezien, Hey, Joost. het is nu jouw beurt, Ivan. Je kan googlen, allee. Ja, ik heb het wel gezien, gelukkig. Waar staat je? Maat! Oké, ten eerste. Lekker ook. Het is dubbele arena en het is dubbele tijd en jij zegt stadje. Stadje, stad. Snap. Zeg voor stad. Mag voor iets creatiever. En Harry Ah, Potter, stad. oké. Maar dat is Jongens. heel open, Timon. We kunnen daar heel veel Hadden dingen we mee niet doen. iets afgesproken dat we niet iets van film zouden doen, omdat Ivan dat niet gezien kan hebben? Dat Je kan kan het gewoon opzoeken op googlen. internet. Cool, Ja, maar Harry weet ik niet. Potter. Hey, het Harry Potter kasteel. Laat ik die gaan bouwen. Ja. Het is eigenlijk geen kasteel, het is meer een school. Ja, maar Oh, trouwens, het is wel een kasteel. De school is een kasteel. Dat is zeker waar. Er zijn ook scholen in de UK die kasteel zijn, weet je. Daar Ja. is het trouwens ook van afgeleid, maar dat maakt niet uit. Ja, dat klopt. Waarom dit. Oké. Maar, Het is perfect. Perfect getimed. Perfect. Nou, Maar jongens. ik ben verkeerd met jullie getimed. Ik ben anders met jullie getimed. Jongens, Ik ben wel goed. ga vast in jullie arena staan. Dit is te leuk. Ik moet Wat hier echt is bij het? staan. Ik By the ga way, het dit is zeggen. niet goed gefixt. Ik ga het zeggen en dan ga ik de mensen, de team Timon in je gebied staan, verdomme. En dan de kans Nee, Lucas, je hebt dit niet goed gefixt. Nee, ja, nee. Thema is stad. / stadje. Oké, maar kunnen wij een aparte kans? Die gaan naar boven, jullie blijven beneden. Nee, jij blijft hier. Oh. Oké, nou. Oké. Kut onderwerp. Vier. Wat nou, staat ja, dat is hartstikke leuk. Nee, wat is nee. bouwen? Wat wordt het thema? Ik wil geen startjes bouwen. Jawel, joh. Nee, ik heb nooit startjes gebouwd. Ja, ik wel. Ja, ik niet. Ik doe dit nooit. Het enige wat ik doe is altijd decoratie een beetje plaatsen. Ik doe altijd een beetje paardjes maken. Ik paardjes? Dan maak je paardjes. Ben ik je maak mooie paardjes. Oké, wat wil jij in je paardjes hebben? Gewoon maak wat leuks. Gewoon een paar. Oké. Ook bergjes. Wat voor Heuveltjes. Thema gaan we doen? Bia, gewoon modernachtig. Godverdomme, wat voor pad heb je daarin nodig? Doe maar gewoon. Ja, daar heb je het al. Ja. Kan je gewoon wegen? Dat is niet zo moeilijk. Dat is gewoon zwart. Of grijs. Dat is racistisch. Grijs dan. Oké. Berg zo laten lopen? Ja, dat een soort twee van kanten. Ja, dat het naar twee kanten ook naar beneden gaat, zeg maar. Ja. En dan kan je hier in het midden zo'n epic soort van staircase hebben. Oh, dat kan ook, maar ik dacht dat je juist omhoog ging via de twee zijkanten. Oh ja, dat is ook wel ziek om te doen. Dat je ik heb aan geen elke timer zijkant gezet. Een poort hebt. Maar wat wordt de tijd eigenlijk? 20 minuten of zo? Augens wil een moord gaan plegen. //. Nee, komt goed. Nee, stop. Oké. Ah! Ik zit vast, Ivan. Ik ben los. Ik heb mezelf bevrijd. Oké, top. De stilpol. Ivan, ik ga heel veel van jou over laten. Jouw moeder. Nee, Femke Louise. Jammer, joh. Nou, jongens, ik moet wel zeggen dat bij de andere kant veel rug. Ja. Hallo! Wat heb je gedaan? Huh? Doe ze en doe. Nee, dat kan niet. Het is alles naar beneden gevallen. Wat voor? Dat is iets te hoog. Dit is een cirkel. Of, wat heb je gedaan?
Ja, hij heeft slash hash veel in de lucht getipt. Ja, maar dit was nog niet groot genoeg. Oké, okay, idee. We doen... Zandstad. Nee. Hé, hey, je kan er nu heel makkelijk een woestijnstad van maken, eerlijk. Dat kan ik niet, denk ik. Kan ik dat? Oké, okay, even kijken. Augen staat hier stil. Hoe gaat het met Augen? Jij hebt een blok aan het pakken. Heel intense blok aan het pakken. Intense blokoppakgeluiden. Oeh. Hier krijg ik Crafting Dead vibes, man, van dit torentje. Oh ja, inderdaad. Nee, ja, maar moet nog even echt, thuis aankomen. Lijkt echt Lucas zijn base. Hou je mel. Ach, dat is geen belediging. Oh, oké. Okay. Jouw base, okay. Jouw eerste base, leek een beetje op dit soort stijl. Hey, als jullie tijd over hebben... Ik wil niet lullig doen, maar hoe ziek kan je... in deze berg een soort zieke grot maken? Gewoon voor extra punten. Omdat jij altijd geluk hebt. Ja, maar heel veel beeld waar jij hoger bent dan mij, is die van mij in principe niet mooier. Dat wordt niet. Dan, van achteraf zeggen ze dan van, ik zie van ieder geval mooi, hoe kan allerlei hoger hebben? Geen idee. Hé, hey, hun oordelen zelf, hè? Ligt niet aan mij. Fuck jou. Fuck jouw moeder. In de Ari. Godverdamme. Jezus, deze lag. Ik misplace allemaal random blokken erdoor. Nee, maar kijk, ik wil niet flauw doen, maar je hebt nog 7,5 minuut en boven staat... Ik was stil bijna af en beneden staat één huisje. Waarom ben je nog steeds bezig met dit ene huis, Timon? Ik ben hier net aan begonnen, gast. Ik ben de hele tijd bezig geweest met het terrein. Het was zwaar verkracht. Ik heb heel het terrein hier gedaan, zodat het niet fucking plat was. Oké, okay, er werd zojuist een Joost mag het weten grap gemaakt. Wat moet ik terugzeggen? Dat zeg ik altijd, flikkertjes. Oké, okay, dat zou ik zeggen. Ik moet even van Timon zeggen, hé, dat zeg ik altijd, flikkertjes. Nee, maar ik heb het in groep 8 op jou gebruikt, weet je nog? Dat ja, nee, zeker dat ik dan... Alejandro, denk je dat ik dat ooit ga vergeten? Ja, denk het wel. Ik snap Ivan echt niet. Wat heeft Ivan met deze stijl? Hij zit weer zo'n gekke blender op zijn kop te doen. Oh. Weet je, die stijl, blender op de kop stijl. Dat mag je niet vertellen eigenlijk, hè? Ja, daarom, geef maar geen spoilers. Dat is wat ik wou zeggen. Ja, yeah. Oké. Okay. Is goed. Ivan, ga op een plek staan waar jij wilt dat ze naartoe worden getapet. Oh, dat doe ik. Ja, oké, mag ik het bomen doen? Dat doet alleen dat. Ik doe bomen wel. Ik wil alleen weten waar, want dan gaan we bij de andere beginnen. Bij de tunnel. Waar? Ja, welke? Links of rechts? Maakt niet uit. Oké, okay, nou, dan gaan we even kijken. Wacht, seconden. August, doe je verhaal. Rest even luisteren. Hallo, welkom to even City. Even op de grond blijven, Ivan. Sorry. Welcome to City. We have very nice city, you see house. Yes, dat maakt... Nee, maar oké. Okay. Meer een dorp. Meer huizen, dus dat maakt de stad. Je ziet daar boven het kasteel. Dit is een beetje zo'n typisch medieval dorpje slash stadje. Een beetje vies, grond is vies, er ligt veel grond. Een beetje skere huizen, zijn niet helemaal heel. Veel goederen liggen van de bewoners en zo. Ja. Ja. En dan kan je hier omhoog gaan, dan heb je het kasteel. Ja, hier. Volgend. Hier. Een cool boogje. Ik mis alleen een naam, meenpunten. Koning Lucas, hè? Pluspunten. Koning Lucas Leonardus de derde. Koning Leonardus woont in... Nee, koning Lucas Leonardus de derde. Oh ja, nee, nog niet. Ja, dat vind ik een mooie. Dit is zijn huisje, zijn osso. Het is wel Peter Dochtburg. Hoe hadden jullie hier tijd allemaal voor? What the fuck? Ja, wij zijn speedbuilders, hè.
Maar it's very nice. Oh, wacht, we hadden nog één vraag. Ivan, of jij kon raden wie het kasteel heeft gebouwd en wie de stad heeft gebouwd? Ja. August stad, Timon kasteel. No. Ik zei het! Hij zou het verkeerd omraden. Nou, ik had het wel goed gedaan. Hoezo dachten jullie dat? Nee, maar doe even niet zoveel tijd. Ik heb niet veel tijd. Ga niet allemaal dingen vragen. Nou, Alejandro, nee, first opinion. Oké, geen mening erachter. Fuck jullie, mooie stad, whatever. Oké, nice. Oké, Ivan, second opinion. Ik vind het meer een dorp, maar ga verder. Ivan is een boer. Dan komt mijn opinion. Ik vind het fucking mooi. Like, die huisjes, die ook zelfs de leaves over de daken heen en overal die haybills. En ja, tuurlijk, het bordje mis, maar Lucas dorp vind ik, ja, weet je, dat zijn die pluspunten. Nou ja, dan gaan we dus naar de volgende. Edit Leander trouwens deze video? Nope. Nee, Ivan. Waarschijnlijk niet. Oh. Nou, okay, boys, wie doet woord? Welkom in de stad. Stad. Sorry, dit is stad. Dit is het eerste huisje. We wonen in een Afrikanenbuurt, daarom zijn de zaden zwart. Kom verder. Normaal. Ipek, Afrikanen zijn gewoon geëvalueerd. Ivan, ik bedoel koning. Hey, dat kan niet, dit is water. Ja, minpunt. Ze zijn geëvalueerd, zei ik. Koning Lucas. Dat is onrealistisch. Nee, dat koning Lucas is mee. Laat me praten, ik heb niet veel tijd. Koning Lucas is geëvalueerd uit die tijd naar deze tijd, daarom een van deze huizen van hem. Maar in ieder geval, we gaan door, lopen hierheen, over het brug. Allemaal decoreert hier een klein parkje, dan gaan we hier omhoog. Maar het is koning Lucas Leonardus III, hè? Niet... Hou je bek dicht. Jezus. Hier hebben we een gebouw. Ik weet niet, een of andere Mogol heeft dat gebouwd. Hier hebben we nog een gebouw. Het Zet-gebouw. Nu komen we er... We hebben hier een soort ravijntje. Maar ga onder naar de brug. Duistere dingen beleven ook in de tijden van koning Lucas. En in het riool beleven... Leonardus III. Het riool van de Crafting Dead! Ja! Een mooi riool dit, man. Is gewoon een klein uitgehakt stukje onder de... Nee, dat is geen eens uitgehakt, dat is gewoon 1 TNT. niet zeiken, Timon. Timon, het is gewoon 1 TNT. Oké. Het is nice. Hey, ik ben gekikt, wauw, je bek. Wat een onzin. Je bek. Hoe denken jullie dat ik hier nog... Oké, August, first opinion. Oh, kut. Ja. Waarom ook weer een tijd, nice. Ik snap niet waarom je zei dat onze stad een dorpje was, want jullie hebben minder huizen. Het meest van de grootte van de huizen. Het is wel heel erg sick hoe jullie die elevated stuk met dat ravijn en dan mooie wegen. Zeg maar, onze wegen zijn niet heel veel tijd ingestoken. Jullie hebben wel echt al die lijpe shit, zeg maar. Maar alle wegen leiden wel naar Rome. Al die lantaarnpalen, die hebben de skyscraper, die moderne huizen zijn heel ziek. Ja, het is gewoon nice gebouwd. Die moderne huizen waren ook gewoon random blokken plaatsen en het ziet er goed uit, maar sure. Ik vind de 7, het lijkt een beetje op, ik weet niet of je dat kent, dat Hollywood, dat je al die dure landhuizen hebt. Mm-hmm. Op zo'n heuvel natuurlijk. Alleen het flatgebouw past er niet echt bij. Maar ik vind de natuur vind ik wel ziek met zo'n viaduct over het water. Very epic. Alleen, ik was gekikt omdat ik mijn bek moest houden, dus dan krijg je maar een 7. En natuurlijk, moet meebegrepen, de minpunten van het zandblokjes buiten neergezet. Dat leed Ivan. Daar was ik hem. En de minpunten van de lag. En minpunten van koning Lucas. Dat was mij niet eens. Koning Lucas verkeerd benoemen, kreeg je ook minpunten voor. Waar waren de lag? Creëren ze niet eens, dat waren jullie. Want Alejandro had toch lijpe zandshit een keer niet. Ja, dat was één keer. Okay, jongens, ja, iedereen stil. Jongens. Ik vind een 7.8. Ik vind die stijl op zich wel... Ik kom de server niet meer in. Ja, oké, hou je mail. 7.8, ik vind de stijl op zich wel gaaf. Beetje jammer dat het niet af is, dus... Ja, wat een getaad. Hoezo? Het is niet af. Het is gewoon hartstikke af, hoor. Het is gewoon een garageveld om te spelen. Fuck, lul jij. Ja, what the fuck. Je kan nu een voetbal spelen met de boy. Ja, een bier is ook nodig in de stad. Jongens, we gaan even allemaal naar het centrale midden. Weer verloren, hè. Alejandro kan er denk ik niet bij zijn, maar hij is er via Discord nog bij. Ik speel Alejandro wel even. Nee, ga naar je plek. Jij bent lelijk. Ga niet voor mij invallen, what the fuck. August, ga ook even op jouw plek staan, alsjeblieft. Ja, even normaal doen. Godverdomme. Oké, Ivan. Al die beacons in mijn pakken. Ivan en Alejandro hebben een gemiddelde van 7,64. En
August en Timon hebben een gemiddelde van 8,06. Helemaal kut dit. Mooie 64 inderdaad. Ja, mooie 64, Lucas. Mooie 64. 7,64, oké. Dit is very nice. Jullie hebben goed gespeeld, boys. Maar weer verloren, helemaal kut. Ja, met je knockback. Helemaal kut dit. Dan maar dit, hè. Het is niet anders. Ja, nee, ik ga dat nu niet doen, want ja, easy win, weet je. Ja, nee, jongens, stop maar. Gewoon stoppen. Nou, wie kan voor mij helpen aan een outro? Weg! Weg! Hier! Okay, die beacons ga ik gewoon verwijderen. Dat is gewoon letterlijk irritant. Nee, August! Niet doen! Die dingen schijnen in je bakken, dus dan laat het gewoon zo. Nu is het dit. Ja, maar... Vaak is het anders.